Goedemorgen, ik ben Alexandra Potvin. Ik presenteer het ochtendblok bij Joe van 6 tot 9 en dat doe ik samen met Raf van Brussel, met heel veel plezier. En dan denken jullie waarschijnlijk, ja, radio dat is gewoon een beetje muziek, het is een presentator en een microfoon. Maar er komt veel meer bij kijken, want het is een heel team eigenlijk dat elke dag heel nauw moet samenwerken. Niet alleen tijdens de uitzending, maar ook nog veel uurtjes daarna. Als presentator ben je een beetje het uithangbord van het radiostation, in dit geval Joe FM. Dat ben ik dus niet alleen, maar ook Raf van Brussel, die samen met mij presenteert en daar nu een ozel staat te doen. Raf, kom dan ineens naar hier, hè. Ik heb een banaan voor mijn lieve collega. Dank u wel. Niet alleen fruit, ook de inhoud van het programma is natuurlijk belangrijk. En die bespreken wij elke dag. Rond 9:30 zitten wij samen. Heidi, dat is onze vaste redacteur van het programma. Alain, onze technicus, Raf en ikzelf. Om te zien wat we de volgende dag kunnen doen. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste voor een radiostation is toch wel de muziek. En daarvoor werken wij hier met een systeem dat eigenlijk de muziekproducer helpt bij het kiezen van de nummers. Want we hebben hier twee mensen die 24 uur per dag de muziek samenstellen. Ik bedoel daarmee voor de 24 uur per dag zorgen. Ik kan dat onmogelijk allemaal manueel doen. Daarom is er dus een soort van computer die helpt bij het kiezen van de nummers. Maar het is de muziekproducer zelf die altijd nog wel zal toezien of het uur wel goed in elkaar zit en of het plaatje klopt. Radio Centrum. Radio, maak jezelf.